In deze aflevering van In Gesprek Met zijn we te gast in de Efteling, waar we een openhartig gesprek hebben met Koen Sanders, manager communicatie en PR. We spreken met hem over het heden, verleden en de toekomst van Nederlands grootste attractiepark. Nou, ik denk dat zoals bijna elke klein jongetje uit Nederland en Vlaanderen al heel jong naar de Efteling gekomen. Eerst met ouders, ooms en tantes, opa en oma. Het is eigenlijk precies zoals we het liefste in de Efteling zien. Hè. Dat is echt de typische Efteling doelgroep. Dat heet dan officieel de extended family, maar dat betekent gewoon de hele familie. Met neefjes en nichtjes. En ja, wat ik me herinner, dat en dat gebeurt eigenlijk ook wel heel vaak, dus dat is grappig. Is dat voor mij dezelfde foto gemaakt is dat ik stond te schreeuwen naar de heks bij Hans en Grietje. En dat ze voor mij precies dezelfde foto gemaakt hebben als die ook van mijn vader gemaakt was toen hij nog als klein jongetje in de Efteling rondliep. En dat is natuurlijk ook wel de kracht voor een groot deel van de Efteling. Dat we aan de ene kant kun je je mooiste jeugdherinneringen allemaal weer terugvinden hier in de Efteling. En tegelijkertijd worden er steeds dingen aan toegevoegd zodat je ook weer nieuwe herinneringen maakt. Dus de combinatie van die nostalgie en innovatief bezig zijn, dat is wel de kracht van de Efteling, denk ik zelf. Ja, en vervolgens ben ik ja, precies volgens het stramien, hè, dus met schoolreisje naar de Efteling, met tenniskamp naar de Efteling. En vervolgens met het vriendinnetje naar de Efteling en uiteindelijk dan bij de Efteling komen werken. Ik heb hier in Tilburg gestudeerd, aan de Universiteit van Tilburg. Service en retail marketing uiteindelijk, bedrijfseconomie. Afgestudeerd, dus niet specifiek voor attractieparken. Maar toen ik de vacature bij de Efteling tegenkwam, toen viel er voor mij wel een heleboel dingen samen. Dus juist dat hele mooie product en dan ook nog een keer gewoon een hele leuke functie. En dat, ja, dat bevalt al 4,5 jaar heel erg. In 2013 kreeg de Efteling af te rekenen met de eerste daling van bezoekersaantallen in jaren. Koen legt uit waaraan het te wijten is en wat zijn verwachtingen voor 2014 zijn. Nou, wat je ziet is dat we vanaf 2009 eigenlijk voor het eerst boven die magische grens van 4 miljoen gasten per jaar zijn gekomen. En dan hoor je echt wel tot de top 3 van Europa. Dat is gestaag toegenomen, hè, 2009, 2010. 2010 hadden we voor het eerst Joris en de Draak. De Sprookjesboom was nieuw, Bosrijk was net geopend. 2011 openden we Ravelijn. Weer iets gestegen. Nou, 2012 ons jubileumjaar. Veel op de trommel geroffeld. We hadden Aquanura, we hadden de nieuwe kleren van de keizer. Polleskeuken werd geopend. Record aantal gasten in 2012. 4,23 miljoen gasten in 2012 in ons jubileumjaar. En voor 2013 was onze doelstelling om weer boven die 4 miljoen uit te komen. En het liefst boven de 4,1 miljoen uit te komen. Om eigenlijk dat vast te houden waar we die jaren naartoe waren gegroeid. En uiteindelijk waren er in 2013 4,15 miljoen gasten. Ja, dat is natuurlijk enorm veel. En dat was ook conform eigenlijk wat we wilden, het vasthouden van die aantallen. Natuurlijk hadden we het nog fijner gevonden als het net iets erboven was. Maar als je ziet na een jaar waar je zoveel geroep hebt, je jubileumjaar, waar je ook veel gratis aandacht krijgt, waren we eigenlijk wel trots dat zonder nieuwe attracties, grote nieuwe attracties, en natuurlijk wel de nieuwe show van Ravelijn, toch gelukt is om ruim boven die 4 miljoen uit te komen. En we hopen en verwachten dat we dat dit jaar ook ruim weer gaan halen. Dus dat we die groei vasthouden. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste. We willen doorgroeien naar 5 miljoen in 2020. En dat hebben we in een aantal gefaseerde stappen zeg maar onderverdeeld. Afgelopen tijd investeerde Efteling voor zijn renoveren en verbeteren van bestaande attracties en horeca. Dit is om de waardering van de bezoekers naar een hoger niveau te tillen. Nou, eigenlijk wel, het sluit wel aan bij wat ik net al aangaf. Hè, dat volgens mij de kracht van de Efteling is aandacht voor het bestaande. Het nostalgische, alle herinneringen die je al hebt. En tegelijkertijd af en toe nieuwe dingen toevoegen. Maar je moet dus zorgen dat bestaande, dat alle aandacht ook blijft krijgen. Wij noemen het wel de parel. Dat die parel opgepoetst blijft en dat die blijft schitteren. En dan is het heel belangrijk om dus ook niet alleen nieuwe dingen toe te voegen, maar ook te zorgen dat wat je hebt, dat minstens zo mooi blijft als het is.
Dus we proberen met ons onderhoud natuurlijk jaarlijks, wekelijks, dagelijks de dingen helemaal bij de tijd te houden. Maar je ziet wel dat nou, Droomvlucht na 20 jaar, Piranha na 30 jaar, dat het dan wel nodig is om echt, echt groot onderhoud toe te voegen. En dat gaat dan ook voor bedragen waar je eigenlijk wel bijna nieuwe attracties voor kan neerzetten. Maar waarbij het belangrijkste doel is om het weer terug te brengen naar hoe het ooit was. We noemen dat de nulstatus, zoals het was op de eerste dag na de opening. En het liefst ook nog wat toevoegen, zodat onze gast er ook nog iets aan heeft. Dus je ziet dat zowel bij de Piranha als bij Droomvlucht, nou bij het Witte Paard zeker, is het niet alleen teruggebracht naar hoe het ooit was. Maar is het eigenlijk proberen we er nog iets aan toe te voegen. En nul plus, nul status plus. Zodat sowieso mensen die komen, dat het klopt bij het beeld dat ze hadden. Dat het nog steeds net zo mooi is als 20 jaar geleden, als 10 jaar geleden. En door dingen die je toevoegt, kan het zijn dat mensen die al een keertje zijn geweest het jaar denken van nou, dat wil ik ook nog wel even zien. Dus het is en-en. Maar voornamelijk zorgen dat je parel, dat die prachtig blijft. Dat is het belangrijkste. Naast investeren in bestaande en nieuwe attracties, heeft de Efteling haar showaanbod de afgelopen jaren uitgebreid. Hierbij vertelt Koen over de langdurige band tussen Efteling en entertainment. Ik denk dat de geschiedenis tussen Efteling en live entertainment, die gaat al heel ver terug. Sterker nog, als je beseft dat helemaal in het begin van de oprichting van de Efteling, er werden de sprookjes zelfs live voorgelezen. Dus dat was eigenlijk al live entertainment voordat de naam bestond. Maar door de jaren heen zijn er hele grote mooie producties in het park geweest. Die zelfs ook hele grote prijzen hebben gekregen. De Big E Award hebben we wel eens gewonnen. Nu zie je dat we met Aquanura en Ravelijn eigenlijk twee permanente shows hebben. Twee hele verschillende shows, maar wel twee permanente shows die een vaste plek hebben in de Efteling. En het voordeel natuurlijk van een show ten opzichte van een attractie is dat je relatief makkelijk de software zeg maar, kunt wisselen. Een attractie die staat er, maar Aquanura, wat je dan hebt is eigenlijk een machine of een instrument, dat klinkt beter. En die kun je verschillende shows laten spelen. In het jaar verschillende shows of per dag zelfs verschillende shows. Dus je kunt daar relatief makkelijker mee wisselen. Het wil niet zeggen dat een show per se een bepaalde levensduur heeft. Ik heb Aquanura zelf al heel vaak gezien, maar ik kan niet zeggen dat ik hem nu minder indrukwekkend vind dan de eerste keer dat ik hem zag. Maar het is wel een manier waarop je mensen kunt prikkelen om nog eens een keer te komen naar de Efteling. In hetzelfde jaar of één keer in de twee jaar. Ravelijn hebben we een hele grote upgrade natuurlijk gegeven in 2013. Je ziet dat de gasten dat enorm waarderen. Met name ook de stunts die eraan toe zijn gevoegd. Dus die voldoet nog prima. Maar voor Ravelijn geldt hetzelfde als voor Aquanura. Dat je relatief makkelijk en natuurlijk de software kan verwisselen. Relatief makkelijk. Het zijn nog steeds hele ingrijpende operaties. Maar makkelijker dan bij een andere attractie. Dus er zal ooit een keer een andere show komen in de arena van Ravelijn. Maar wanneer dat is nog niet. Efteling heeft aangegeven tegen 2020 5 miljoen bezoekers per jaar te ontvangen. Wij vragen aan Koen van waar die groei moet komen en hoe de Efteling zal internationaliseren.
Nou, we hebben inderdaad gezegd dat we willen naar die 5 miljoen gasten in 2020. En dat doen we op een aantal manieren. Ze zijn net al een beetje ook aan bod gekomen. Aan de ene kant doen we dat door mensen die al naar de Efteling komen. Die proberen we te verleiden om vaker naar de Efteling te komen. Dus mensen die al één keer per jaar komen, proberen we niet alleen in de zomer, maar ook een keertje in de winter of met Oud en Nieuw of met de Negen Pleinenfestijn een reden te geven om nog een keer naar de Efteling te komen. Dus dat is het ene. En het andere is inderdaad mensen die nog niet naar de Efteling komen, of maar heel weinig, om die te verleiden om vaker naar de Efteling te komen. Nou, en als je dan kijkt, dan zie je dat als je een cirkel rondom de Efteling trekt, dan is het mensen die langer dan zeg maar anderhalf uur moeten rijden heen en anderhalf uur terug. Is een dagje Efteling vaak te weinig om 3 uur in de auto te zitten. Dus dat is een van de redenen dat we naast het hotel en Bosrijk nu ook Bosrijk verder gaan uitbreiden. Is dat als je die mensen wil verleiden om naar je toe te komen, dan zul je ook moeten zorgen dat je genoeg bedden hebt. Dus dat geldt voor mensen in Noord-Nederland, maar zeker ook voor Wallonië, Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen. Daar zijn we in 2012 mee begonnen om met name in de buurlanden, dus België en Duitsland, om daar fors meer te investeren in marketing en sales. Om aan de ene kant mensen nog kennis te laten maken met wat nou de Efteling is. Dat geldt met name natuurlijk voor Duitsland en Wallonië. In Vlaanderen kennen mensen de Efteling al lang, zijn er ook veel meer mee opgegroeid. Maar ook daar hebben we toch de afgelopen jaren zijn we daar fors gegroeid. We hebben nu al een kwart meer mensen uit België mogen verwelkomen in 2014 dan we tot de zomer van 2013 in ons park hebben gehad. Ja, dat komt natuurlijk toch omdat steeds meer mensen je leren kennen. Gelukkig enthousiast zijn, dat vertellen tegen hun buren, vrienden, familieleden. Want uiteindelijk kun je heel veel geld stoppen in marketing. De allerbeste reclame is natuurlijk gewoon wel mond op mond. Of dat het nou letterlijk mond op mond is of via social media of wat dan ook. Die echte ambassadeurs, die over je vertellen en die vertellen hoe mooi het is, dat is het allerbelangrijkste. En dan is het wel belangrijk dat die mensen inderdaad ook een mooie dag in het park hebben gehad. En natuurlijk is de Efteling een klein beetje typisch Nederlands. Maar waar we heel erg rekening mee houden is dat mensen die de Nederlandse taal niet spreken, dus buiten Nederland en Vlaanderen, dat die wel snappen wat er in het park te beleven is. En daar zijn we mee bezig. Nou, je ziet dat bijvoorbeeld bij Ravelijn zijn er koptelefoons, zodat je in verschillende talen ook het verhaal meekrijgt. En daarnaast is het natuurlijk ook vaak kijken naar bijvoorbeeld benamingen van attracties. Aquanura is een goed voorbeeld, dat is een hele internationale naam. En daarnaast is Aquanura natuurlijk qua spektakel iets wat iedereen ervaart, voelt. Welke taal je ook spreekt, je krijgt allemaal hetzelfde kippenvel. Maar het is wel belangrijk, dus als je wil dat die mensen naar je toe komen en dan ook nog een keer heel enthousiast over je gaan praten, is het wel belangrijk dat je zorgt dat het park ook wel up-to-date is voor hun. Zowel qua taal als ook qua cultuur. Dat we met iedereen in het park proberen ook ons te verdiepen in wat is nou het verschil tussen iemand die uit Wallonië komt en de Nederlander, of iemand die uit Duitsland komt en Nederland. Dus ja, dat is een uitdaging, daar zijn we druk mee bezig. En gelukkig krijgen we er ook veel positieve feedback op. Dus dat motiveert alleen maar om er hard mee verder te gaan. Nou, je kijkt natuurlijk wel hoe je die barrières kunt weghalen. En dat hoeft niet per se te zijn door een attractie daadwerkelijk aan te passen, fysiek aan te passen. En dat kan ook zijn door op andere manieren mensen wel het verhaal mee te geven. En met name ook bij nieuwe dingen, er heel erg over, meteen al over na te denken van hoe kunnen we zorgen dat het zo internationaal mogelijk is. Ja. Om buitenlandse gasten aan te trekken, moet je natuurlijk voldoende overnachtingsmogelijkheden aanbieden. Daarom zal de Efteling komende jaren haar aanbod hierin uitbreiden. Met als eerste fase een uitbreiding van Bosrijk. Nou, even aansluitend bij wat ik al aangaf, die gefaseerde groei naar 2020 toe, 5 miljoen gasten. Waar een belangrijk deel ook zal moeten komen vanuit gasten die lang, relatief lang in de auto moeten zitten. Nou, die zullen dus alleen maar naar je toe komen als ze in de buurt bij je kunnen slapen. Nou, Bosrijk, sinds eind 2009 geopend, doet het erg goed. Zowel qua bezettingsgraad, het aantal mensen dat naar Bosrijk komt, als ook de ervaring die ze daar hebben. En die twee zijn natuurlijk allebei enorm belangrijk. Want pas als je die tweede hebt, dan gaan mensen ook weer positief over je praten. En anderen aanraden om vooral ook eens een keer naar Bosrijk te komen. Omdat het zo goed gaat, omdat we de ambitie hebben om meer mensen uit die grotere straal naar de Efteling te laten komen, breiden we nu Efteling Bosrijk uit.
Dat doen we inderdaad met de huizen die er al staan, dorpshuizen met name. Maar ook met een aantal groepsaccommodaties. Ja, je ziet dat er hele families graag naar de Efteling willen komen. Dat er vrienden, clubs, groepen naar de Efteling willen komen. Die kunnen nu prima in een aantal huizen bij elkaar verblijven. Maar in die groepsaccommodaties kunnen ze natuurlijk nog dichter bij elkaar. En kunnen ze een aantal faciliteiten delen. Hoe ze er precies uit gaan zien, houden we nog eventjes spannend geheim. Op een leuke manier. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor wat we in de jaren na 2015 gaan doen. En we hebben al aangekondigd, we willen gefaseerd investeren en gefaseerd groeien naar 5 miljoen gasten. Zowel in het park, dus met attracties, als ook met verblijfsaccommodaties. Dus ja, er zullen nog wel een aantal uitbreidingen in verblijfsaccommodaties komen. Of dat in Bosrijk is, of dat dat een andere manier is, dat komt iedereen vanzelf te weten. Voor wat betreft de vraag of dat er genoeg faciliteiten zijn in Bosrijk, zeker. Wij zijn bij de bouw van bijvoorbeeld het badhuis en het eethuis al uitgegaan van ook fase 2 die nu gerealiseerd wordt. Dus het was een totaalplan dat opgeknipt is in 2 fases. Wel worden er aan het poorthuis nog wat aanpassingen gedaan om te zorgen dat je mensen dadelijk optimaal kunt faciliteren. Maar ja, nogmaals, dat is dus meegenomen in het originele plan. Dus daar is rekening mee gehouden. Efteling is tegenwoordig niet meer alleen een attractiepark, maar is een heus entertainmentbedrijf geworden de afgelopen jaren. Wij vroegen ons af waarom dit belangrijk is. Nou, wat je ziet is dat alles wat we doen bij de Efteling staat in dienst van uiteindelijk het fysieke attractiepark in Kaatsheuvel. Ik noemde het net al even de parel. Maar dat is het belangrijkste. Dus wat we hier echt het attractiepark met natuurlijk Bosrijk, hotel en de golf erbij. Die wereld van de Efteling hier, dat is waar we met z'n allen elke dag het voor doen. De gasten hier een hele mooie dag, op mooie dagen liefst, schenken. Dus dat betekent dat wat je daarbuiten doet, nou, als het nou gaat om televisieproducties, als het gaat om pop-up stores, als het gaat om merchandise, dat moet eigenlijk allemaal in ieder geval een indirecte, maar liefst zelfs een directe link hebben met het park. En dat zie je ook eigenlijk, dus dat alles wat we inmiddels op televisie brengen, wat we onze theaterproducties, die hebben eigenlijk ook een link met het park. Of met Bosrijk. Nou, Klaas Vaak, de musical, heeft natuurlijk een hele duidelijke link. Die gaat nu dadelijk on tour. Een duidelijke link met Bosrijk. Niet heel direct, de musical gaat er niet over hoe mooi Bosrijk is en dat je daar met name moet komen slapen. Maar het legt wel uit wie Klaas Vaak is. En Klaas Vaak kom je natuurlijk ook weer in Bosrijk tegen. In principe hebben we gezegd, we hebben nu op dit moment 3 focusmerken. Dat is Jokie voor de allerkleinste, dan komt Sprookjesboom en dan Ravelijn. En die 3 merken, die kun je ook alle 3 in het park terugvinden. Maar die kun je ook buiten het park tegenkomen op allerlei verschillende manieren. Televisie, online, op YouTube natuurlijk heel erg. En die hebben dus 2 doelen. Dat is en om mensen buiten het park een leuke Efteling ervaring te geven. Maar ze moeten wel altijd ook iets te maken hebben met het attractiepark. Nou, die pop-up stores die we hebben gedaan, die waren ook een manier om die Efteling weer buiten de poorten van de Efteling te brengen, zodat mensen je weer even tegenkomen. Dat was een leuk experiment en niet per se een opmaat naar meer, want alles wat we ooit buiten het park zouden doen, moet nogmaals altijd weer een link hebben met wat we in het park gaan doen. Dus we gaan niet zomaar een Eftelingwinkel neerzetten om een Eftelingwinkel te hebben.